Hoi hoi allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor, ben nog steeds bezig met het 100 dagen project en vandaag ga ik er weer mee verder. Gisteren vertelde ik al dat ik dit blad had gemaakt om de achterkant van de koffer eigenlijk te bekleden. Maar dat ik hem nog niet vast ging plakken omdat ik er dus nog plannen mee had. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Wat ik graag wil gaan maken is een dubbele label, een lange label die kan roteren. En dat ga ik maken met een stuk kartstok. Dit is nog een reststrook die je wel regelmatig overhoudt van een A4'tje kartstok. Een designpapiertje is wel leuk. En een splitpen. En het is eigenlijk heel simpel. Want wat we gaan doen is het stuk kartstok snijden. Oeh, mijn boek valt bijna van het bureau. Het kartstok snijden op 28 centimeter. En daarna in de lengte ook dubbel vouwen op 14, dus op de helft. Op deze manier, dus dan heb je zo een lange strook dubbel in de lengte dubbel gevouwen. Nou is mijn strook 6 centimeter, dus ga ik even een stukje van... ik ga eerst eventjes nog hier een tag... puntjes van afknippen. Kan je natuurlijk gewoon driehoekjes afknippen, maar ik heb dit fijne ponsje en doe ik het natuurlijk daarmee. En dan wilde ik even opmeten wat er overbleef. Dat is 13, dus ik ga een strookje van 12,5 snijden van mijn designpapier. Ik vind deze kant leuker met die knoest erin. 12,5 bij 5,5. Zodat er een klein randje van het kartstok eromheen zichtbaar blijft. Deze ga ik hier voor opplakken. Dus dat bovenste stukje, dat bekleed ik niet met designpapier. Zo. En dan moeten we er bovenin een gaatje in maken. Even in het midden vind ik fijn om het even af te tekenen. Ik denk dat ik voor het kleine gaatje kan gaan deze keer. Zo, en dan pak ik mijn collage, zal ik het maar even noemen, van de vorige keer. En dan wil ik graag, ik denk ongeveer hier, ook een gaatje daarin maken. En ik denk eigenlijk dat ik er... eventjes een stukje kartstok aan de achterkant. Even mijn restjes. Dat ik een cirkel ga uitponsen. Ik even mijn ponsen pakken. Het is even een cirkel uitgeponst. Waar ik ook in het midden ongeveer hetzelfde gaatje ga maken. Maar die ik aan de achterkant hierop ga plakken. Want het is natuurlijk wel twee laag set. Maar ik had kopieerpapier en hier dat designpapier. Maar voor de zekerheid, voor de stevigheid, omdat ik de tag zeg maar ga roteren, dus daar ga je mee bewegen, dacht ik is het misschien wel wijs om een beetje stevigheid nog extra aan het papier te geven. En te zorgen dat het niet gaat scheuren op den duur. Dus dit zie je straks toch niet meer terug. Maar dan heeft hij wel wat meer stevigheid in het papier. En dan gaan we die met een splitpen. Ik heb nog zo'n grappige grote splitpen.
ga ik hem door alle lagen hier aan vastmaken. Zo. En dan ga ik het straks opplakken. Alleen nu zit ik te kijken, hier heb ik dat draadje denk ik in één keer. Oh, het is misschien wel tof om hier nog even langs te stikken. Dus dat ga ik eerst even doen. En daarna kan die dus in zijn geheel hier aan de binnenkant op het boek geplakt worden. Zo, ik had even rondom gestikt en nou vastgeplakt. Maar nog even goed drogen. Maar dan kan je zien, dan kan je dus zo het bewegen. Wellicht dat straks, als hij goed vastgeplakt zit, de splitpen, ik kwam even niet meer op het woord, niet meer beweegt. Maar deze kan je zo bewegen. En morgen gaan we weer verder. En dan laat ik je zien waarom ik dat zo graag wilde. Dat hij kon bewegen. Misschien kunnen we hem nog even versieren. Even kijken of we nog iets leuks hebben. Ik heb nog de stickers. Die. En hier nog een stukje van de washi tape. Die we laatst, die decoratie tape die we kort geleden gemaakt hebben. Die hebben we nog. Oh, hier hebben we ook nog zo'n toffe bloem. Kijken of we daar, of zou ik gewoon, ja, die vind ik mooi. Ik ga daar eentje van uitzoeken. Vaak is dat van die stanzen clusters die we gemaakt hebben één ding en dan is het alweer helemaal tof. Dus ik vind ze heel gaaf, dus het is wel leuk om die ook weer te gebruiken. Welke past daar het leukst op? Ik vind deze. Deze is wel erg groot. Ik ga voor deze. Ja. Nou. Even de lijm weer. Zo, nou dat was die voor vandaag. Het roterende label. Volgens mij zijn we bij dag 93, als ik me niet vergis. Morgen gaan we weer verder. Ik hoop dat je het weer een leuk idee vindt en lekker mee aan de slag gaat. En dat ik je weer terug zie morgen. Tot dan, doei doei!